Hoi, welkom bij Lijf en Liefde, de vraag van vandaag, waarin we antwoord gaan geven op een vraag over je lijf, je liefde en seks. Ja. Ik ben Judith. En ik ben Sebastiaan. En deze keer geven we antwoord op de volgende vraag. Oeh, kijk, ik heb hem snel gevangen. Oh, jij hebt hem zeker snel, ja. Tiening. Alleen eraf halen was wat moeilijker. Daar komt hij. Mijn vriendin gaat vreemd. Oh. Nou ja, daar is vreemd gegaan. Sorry, ja. Ik moet wel goed lezen. Hè? Ja. En ze zegt dat ze spijt heeft. Mm-hmm. Moet ik haar vergeven? Ja. Goeie vraag. Dat is ook wel een beetje lastig, want het is per persoon een beetje verschillend wat je ervan vindt en hoe je erover voelt. Ja. Je kan niet heel makkelijk zeggen ja, dat moet je doen of nee, dat moet je niet doen. Nee. Je moet vooral doen wat je gevoel is. Ja. Je gevoel volgen, denk ik. Ik denk wel dat er misschien een paar dingen zijn die handig zijn waar je over na zou kunnen denken. Bijvoorbeeld, is het de eerste keer dat is gebeurd? Of is het vaker gebeurd? En mm-hmm. Heb je haar ook al vaker vergeven? Dan zou je misschien kunnen bedenken, ja, hoe vaak zou je iemand willen vergeven? En hoe is dat voor jou? Is dat voor jou prima of voel je je daar heel vervelend onder? Ja. Misschien maakt het ook nog uit. Heeft zij misschien een keertje gezoend met iemand anders in de kroeg? En is dat één keer gebeurd? Of heeft ze al heel lang, een paar maanden of zelfs jaren... Een mina? Ja, dat ze ook met ja. iemand... Dat, ja. Dus dat is, vind ik wel... Het is wel de situatie. Ja, ja, dat zou voor mij in ieder geval wel uitmaken. Ja, voor mij ook. Ja. Tuurlijk. Dat ik denk, ja... En of ze er zelf mee komt of dat je er zelf achter komt, zit ook nog weer een verandering. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. Dus ja, het is niet zo makkelijk om te zeggen, ja, moet je doen of nee. Ja. Ik denk dat de dingen die wij net zeggen... Het belangrijkste is gewoon volg je gevoel. Ja. Ja. En bedenk je, stel dat ik haar vergeef, kan ik dan ook wel weer genoeg vertrouwen hebben om te denken dat ze dat niet nog een keer gaat doen? Of ben ik dan de hele tijd heel erg op mijn hoede, achterdochtig? Ja. Ja. Want dat is... Uiteindelijk moet je iemand wel weer een beetje kunnen gaan vertrouwen. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja. Ja, dus ik denk dat die dingen wel goed zijn om jezelf af te vragen. Hoe vaak is het gebeurd? Hoe lang was het aan de hand? Hoe voel ik me daarbij? Ik denk dat belangrijk is. Maar zou jij dan zelf vreemd gaan als jouw partner vreemd zou gaan? Kwaad met kwaad vergelden. Ja. Noemen ze dat ook wel eens, hè? Ja. Ja. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Maar dat hoor je ook wel eens gebeuren. Dat hoor je ook wel eens gebeuren, ja. Ja. Ja, nou. Voor mij zou het dus heel veel uitmaken, wat ik eigenlijk ook al zei. Hè. Stel nou dat ik erachter kom inderdaad en is al iemand... Hè, stel, mijn man gaat al een jaar lang elke week naar dezelfde vrouw of zo toe. Dan voelt dat voor mij wel veel vervelender en akeliger. En dan weet ik niet of dat ik hem dat zou kunnen vergeven. Dan dat hij bijvoorbeeld in de kroeg staat en heeft gezoend met een andere vrouw of zo. Ja. Of hij zat te flirten en die vrouw neemt initiatief of... Nou, weet ik veel. Dat zou voor mij wel anders voelen. Ja, dat snap ik. Ja. Dus ik denk dat dat in dit geval misschien voor de vraagsteller ook zo geldt. Ja. Ja. Nou, hopelijk hebben we goed antwoord kunnen geven op jouw vraag. Mocht het nou zo zijn dat er andere mensen die kijken die zeggen... Ja, maar ik heb ook wel een vraag die voor mij belangrijk is. Die kan je opsturen naar dit mailadres... lijfenliefde@philadelphia.nl. Ja. Of stuur een kaartje. Naar dit adres. Yes. En een postzegel is niet nodig. Nee. En het is geheel anoniem. Ja. Dus we vertellen niet wie de vraag heeft gesteld. Nou, dat was het weer voor deze keer. Hopelijk tot de volgende vraag. Doeg! Doei!